Ik zit hier bij mevrouw Roos en meneer Raad nog even te praten, want het is heel actueel op het ogenblik. Het blijkt dus dat heel veel inbraken plaatsvinden in Amstelveen en een hele vervelende inbraak. Want u heeft dat zojuist meegemaakt, mevrouw Roos. Ja, ten eerste bij mezelf. We waren aan het verbouwen en daar hebben ze dus zeg maar al het gereedschap weggenomen. En vanochtend hoor ik van de buren aan de overkant, dus dat een dag geleden, dus dat in de parkeergarage bij hun onder de flat, daar de mensen, of tenminste de inbrekers, rustig bezig zijn geweest. En die hebben daar compleet een auto gestript. En die stond dus op de grond zonder wielen en zonder iets. En zadels van de fietsen af en scooters. Nou, het is gewoon te gek voor woorden. Je zal maar dus daar je dochter nog thuis komen en om 1:00 of 3:00 s'nachts. En misschien uit de stad, noem maar op. En je loopt dus in de armen van die boeven. Ja. Nou, daar moet je toch echt niet aan denken. Want ze schijnen voor niks terug te schrikken. Want ja, ik weet het niet. Het is een mentaliteit. Ze doen gewoon waar je bij bent. En of je dan, of er nou mensen slapen of doen ze in, trekken ze het nergens wat vandaan. Meneer Raad, u als wethouder wordt daarop aangesproken. Wat is uw raad aan de Amstelveeners? Ja. Hoe gaan we daarmee om? Mijn eigen vrouw kreeg ik al sms'jes de eerste vakantiedag van wij ook weer bij vrienden van ons. En wat we echt kunnen doen, en echt ook echt als Amstelveeners kunnen doen, als je nou in de straat en je ziet daar een busje staan. En dat is niet een of ander aannemersbedrijf die een keuken aanlegt bij de buren. Ja, pak de telefoon, ga kijken wat er is, geef een kenteken door, bel meteen. En ga niet lopen wachten, want ja. als je wat ziet, pak die telefoon en bel meteen. Bel met de politie. Meteen. Ja. De politie is daar heel druk mee bezig. Hè. Ook laatst, die zijn daar ook wat dat betreft echt hard mee aan het werk. Nou ja, ik denk ook dat sowieso mensen zich ook toch wat moeten meer wapenen tegen dit soort dingen. En vooral ouderen natuurlijk. Ja. Je hebt tegenwoordig heel makkelijk, en die zijn niet zo duur meer, bellen met een cameraatje erin. Zodat de mensen het binnen kunnen zien. En zeker voor ouderen, doe die deur niet meer open. Ja. Want je ziet, je hoort zulke ellendige dingen. En kijk eerst op je cameraatje of je iemand ziet en vertrouw je het niet. Laat lekker staan, doen ze wel op een andere manier. Als ze post af moeten geven of iets anders. Ja. Dus wees... Desnoods doe het collectief als het te duur is. Want dan kan je ook nog een prijs bedingen. Kijk, met woningbouwcorporaties vraagt het ook aan. En zo zijn er denk ik wel dat je gezamenlijk toch iets moet doen in dit gebeuren. Ja. En dan nu is een keer de inbraak. Ik denk dat het wel heel belangrijk is. Maar als we daarover praten, hebben we dan wel mensen? Hè? Dat is inderdaad een groot probleem. Dus dat moet inderdaad moet in de onderhandelingen gewoon met de regio moet dat naar voren komen. En ik denk ook wat belangrijk is, want ook dat mensen teruggeïnformeerd worden. Als er of er iets wel of niet met hun aangifte gedaan is of met hun opmerking. Ja. Nu moet je zelf het initiatief nemen. Het is wel keurig geregeld. Je krijgt dan een briefje. Maar ik vind het toch prettiger als de politie zelf het onderneemt. Maar in eerste instantie gaat het erom van Amstelveeners, beveilig jezelf. Ja. Kijk naar je huis, kijk hoe je hangt en sluit. Hou je buren in de gaten, noem maar op en let een beetje op. Ja. Al die dingen. Ja. Oké, hartelijk dank. Okay.